En je had net gezegd dat een orgasme best wel lang kan duren. Mm-hmm. Maar hoe zit het dan met mensen met een penis qua erectie? Ik denk dat heel veel mannen dus het idee hebben van, oh, hè, de hele dag tantrisch gevoel, moet ik dan de hele dag met een erectie lopen, dat kan toch niet? Maar ook denken dat zo'n orgasme wat dan heel lang duurt, alsof dat een verlenging is van een gewoon orgasme. Hè? Dus een soort van spuitend orgasme wat dan misschien wel uren doorspuit of zo. Helemaal leeg aan het einde van de dag. Tantrisch orgasme, of dat full body orgasm wat ik zei, dat is eigenlijk iets wat veel minder een piek kent, maar dus meer in een soort vallei zich plaatsvindt. Inderdaad echt rustiger en dus ook golvend. Dus het komt dan ineens op en dan zakt het weer weg en dan komt het weer op. En het is natuurlijk ook helemaal niet mogelijk om een erectie gewoon urenlang of dagenlang vast te houden. Nee, niet dat je in een meeting gaat zitten en dan denkt van ja, wanneer gaat die weg? Dat is ook een beetje ongemakkelijk.